Lize Verijn is nog maar 22 lentes jong en speelde al de hoofdrol in een van de grote fictiereeksen in Vlaanderen, reisde de wereld rond als model en schreef al 2 boeken. Wij interviewden deze gepassioneerde jonge vrouw op haar kot in Gent. Als ik moet kiezen tussen acteren, schrijven of modellenwerk, dan dat is zelfs geen moeilijke keuze. Dan ga ik sowieso voor acteren. Dat is echt mijn passie, al altijd geweest. Ja, ik kreeg een telefoontje toen ik in Milaan zat voor modellenwerk. Kreeg ik een telefoon. Lize, we zijn op zoek naar een meisje met jouw profiel voor een hoofdrol in een gigantische reeks, de duurste reeks dat Vlaanderen ooit heeft gemaakt. Ja, ik meteen al met de stress zitten. Ik dacht, oké, maar ik moet dat gewoon doen. Ik had nog nooit in mijn leven een casting gedaan. Dus ik ben overgevlogen naar België. Wat bleek dan? Dat er eigenlijk nog 300 andere meisjes daar ook op die casting zaten. Maar ik dacht, oké, de casting is wel goed gegaan, dus waarom ook niet? En dan waren er nog 7 andere castingrondes. Dus het totale castingproces heeft 4 maanden geduurd. En dan kwam het verlossende telefoontje en ik kon het echt niet geloven. Het was, ik was zo, zo, zo gelukkig. Echt waar. Veel regisseurs zie je pas als je op de set komt. Hè, en dan is het oké, goedemorgen en we beginnen eraan. Terwijl je hoorde al, Jan deed zijn ronde. Hè. Die ging naar alle schminksters, iedereen die meewerkt, ook de figurant. Die ging die een goede dag gaan zeggen. Ging die hoorde door de walkie-talkies. Jan Matthijs voor make-up. Ik wens iedereen een stralende morgen toe. Dus ja, dat was al zalig om zo in een dag te beginnen. Ik heb heel veel geleerd van Jan Matthijs. Het is echt een zalige man en een goede vriend geworden ook. En ik weet nog, in een van mijn eerste interviews waren er behoorlijk veel vragen zo over hoe dat ging op de set. En ik refereerde telkens terug naar hoe zalig het was om met Jan samen te werken. Dat die journalist op het einde echt zei van, er klopt hier iets niet. Ofwel is dat zo... Ofwel ben je daar verliefd op, ofwel is dat een vaderfiguur dat je nooit hebt gehad. Dan denk ik, maar nee, alle mensen die Jan kennen, of die hem ooit al bezig gezien hebben, die weten wel wat ik bedoel. Ik heb in Vlaamse Velden na de opnames niet meteen moeten afsluiten. Omdat ik de kans heb gekregen om het dagboek van Marie te schrijven dan. En dat verhaal zat sowieso al zo klaar in mijn hoofd dat ik het eigenlijk alleen maar moest neerschrijven. Op mijn 16e heeft een vriendin me overtuigd om mee te doen aan een modeshow. Ik had nog nooit iets van modellenwerk gedaan. Ik had er eigenlijk nog niet echt over nagedacht ook of dat ik dat wel wou doen. En we kwamen daartoe en iedereen kreeg zo'n nummer opgeplakt. En dus dat bleek geen modeshow te zijn, maar dat bleek de Elite Model Look wedstrijd te zijn. En dat is echt wereldwijd de grootste modellenwedstrijd dat je kan hebben. En ik had er voor die wedstrijd nog niet echt over nagedacht. Maar met dat ik dan uiteindelijk behoorlijk ver was geraakt, dan dacht ik van, oké, misschien moet ik het wel eens proberen. En daarom dat ik ook zelf naar bureaus ben gestapt dan. Ik had een boeker die ook in mij geloofde en die dan ook zei van ja, Lize, je kunt internationaal gaan. En ik begon al te dromen van de reis dat ik kon maken en zo. Maar dan moet je wel, 7 kilo afvallen. Ja, dus ik ben gaan diëten ook. Dat was niet zo gezond. Ik ben daar behoorlijk ver in gegaan. Tot een bepaald moment dat ik ook zelf besefte van ja, dat is hier niet meer oké. En ik heb daar nooit spijt van gehad, maar ik heb ook nooit het doel gehad om echt heel lang fulltime als model te gaan werken. Er zijn heel veel dingen dat ik nog wil doen in de komende jaren. Maar eigenlijk wil ik gewoon verder doen met wat ik al bezig ben. Als ik de kans nog krijg om in nog meer reeksen te spelen,
om met nog zoveel leuke en getalenteerde mensen samen te werken, dan ben ik heel gelukkig.